Dag lieve mensen, het allermooiste aan deze microfoon is natuurlijk dat je echt op een super verre afstand kan staan. Dag lieve mensen, dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik er weer met een microfoon. Een microfoon en niet zomaar een microfoon. Dat is namelijk deze microfoon. De Smart Mic. Alleen dan met M-I-K-E. Het is een Bluetooth microfoon. Er zit dus hier helemaal geen draad aan. Om te beginnen laten we met het uiterlijk beginnen. Je ziet hem hier aan mijn hals hangen. De plek waar je een lav mic meestal hangt. Er zit een heel mooi clipje aan. En daardoor kan je hem dus aan je vest dingen of iets anders klippen. Aan de buitenkant valt er eigenlijk niet heel veel meer over te zeggen. Je hebt verschillende kleuren. Ik heb voor de zwarte gekozen. Omdat de meeste lav mics zwart zijn. En het dus niet heel gek eruit ziet. Verder kan je hem gewoon opladen met een USB mic. Hij is helemaal van plastic, niet heel zwaar, maar ook niet heel goedkoop plastic. Dus dat voelt eigenlijk op zich wel prima. Maar verder gaan we natuurlijk vooral kijken naar de functies. Er zit namelijk een app bij. Via de app kan je de microfoon heel makkelijk verbinden met je telefoon. En via die app kan je ook alles opnemen, regelen, instellingen doen. En je kan kiezen voor mono of stereo geluid en allemaal dat soort instellingen. Het opnemen werkt hierbij best handig. Er zit een grote knop op de microfoon. Daarmee kan je de opname starten, de opname stoppen. En dan record je alleen audio. Hetgeen wat ik eigenlijk het meest doe is alleen audio recorden. Omdat ik op andere camera's film en ik het daarna kan connecten. Maar je kan ook met je telefoon filmen en dan pakt hij gelijk de audio van de mic. Dan moet je wel de camera gebruiken die in de app zit. En dat is op zich best wel tof, want daarna kan je dan dus ook bepalen hoeveel procent jij wil van de telefoon audio en hoeveel procent jij wil van de mic audio. Het grootste nadeel van mij wel is dat je niet dus de mic aan kan sluiten op gewoon je gehele telefoon. Zodat je gewoon de native camera app kan gebruiken van je telefoon. Of dat je hem kan gebruiken met Instagram, livestream of stories of YouTube livestreams, dat soort dingen. Dat had het echt extreem tof gemaakt, maar alles moet als je wil filmen met je telefoon in die app gebeuren. Het recorden van de audio via je telefoon kan alleen maar via die app, maar die app heb je niet nodig. Er zit op de mic ongeveer 30 gigabyte geheugen waar die dus audio op kan nemen. En hier neemt hij eigenlijk altijd alles op, ook als je het via die app doet. Dit is super chill, want je hebt die app dus volledig niet nodig en je kan gewoon op de grote knop drukken en dan begint hij met te recorden. Vervolgens kan je hem met een USB'tje in je laptop stoppen en kan je het tegelijk afhalen. En dit is eigenlijk hoe ik de mic vooral en het meest gebruik. Maar als je dus via de app record, is het niet zo dat dat bestand gelijk op je telefoon komt te staan, maar moet je hem dus eerst via die app downloaden vanaf de mic. Dit vind ik jammer, want ik had die optie dat je gelijk alles op je telefoon kon recorden ook graag gezien. Maar met het oog op de content creator is natuurlijk eigenlijk het allermooiste en het allerbelangrijkste dat er voor de rest helemaal geen draden zijn. Normaal had ik een lav mic om als ik naar buiten ging en stopte ik de audio recorder in mijn zak met alle draden erbij. En had ik eigenlijk een heel pakket bij. En dit is vrij makkelijk. Je klipt hem op, drukt op recorden en gaat met die banaan. Ook omdat je die app dus niet altijd nodig hebt, is het eigenlijk super gebruiksvriendelijk. Maar het allerbelangrijkste, de audio-kwaliteit. Die is oké. Sterker nog, deze hele video is opgenomen met de audio van deze mic. Ik draag hem nu al de hele tijd en wat je nu hoort is de audio van deze mic. Persoonlijk zeg ik niet, het is geweldig, maar ik zeg ook niet van, dat ga ik echt nooit gebruiken, want het is hele lelijke audio. Het zit er een beetje tussenin en ik geef daaraan de beoordeling prima. Maar waar ik het vooral handig voor vind is dus bijvoorbeeld buiten of als iemand heel ver weg is, zodat je niet hoeft te verbinden met telefoons en dat soort dingen, dan krijg je ongeveer zoiets. Dag lieve mensen, het allermooiste aan deze microfoon is natuurlijk dat je echt op een super verre afstand kan staan. Dus zoals je nu ziet sta ik echt heel ver weg en ik ben aan het recorden met mijn telefoon en dat ga ik later weer synken. Dus dat is natuurlijk super nice. Jullie hebben de audio binnen al gehoord, maar dit is dan ook de audio buiten. Dus een momentje van
Oordeel zelf maar. Film je net als ik met een hele setup, kan je overal microfoons neerzetten en dat soort dingen. Dan zeg ik prima, is net niet voldoende voor mij. Maar sowieso is het een super tof product en vond ik het jullie extreem leuk om met zo'n heel nieuw brand kennis te laten maken. Ik hoop dat jullie dat ook leuk vonden. Dan hoop ik jullie ook de volgende keer weer te zien. Wil je nou als eerst op de hoogte zijn, kan je natuurlijk even op het abonneerknopje drukken. Dan wens ik jullie nog een hele fijne week en tot ziens. Hey, ken jij de Joby Gorilla Pod al? Het flexibele statief gebruikt door bekende vloggers en ook mijn favoriet om op alle mogelijke manieren toffe content te schieten. Check sowieso even het linkje in de beschrijving als je nieuwsgierig bent geworden. We'll be right back.